Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 904 verder in het Bijbelboek Titus. In hoofdstuk 1 vonden we een opzomming van kwaliteiten die een oudste nodig heeft. Per brief vertelt Paulus wat oudsten niet moeten doen. En wat wel belangrijke eigenschappen zijn. Aan het eind van de rij voorschriften noemt Polus een van de belangrijkste kenmerken van een oudste: hij moet vasthouden aan het betrouwbare woord van God dat hem is geleerd. Dat woord is het fundament van de gemeente en nodig om staande te blijven. Titus stond voor een grote uitdaging. Zo blijkt wel uit de omschrijving van de Joodse dwaalleraars en de slechte reputatie van de Cretensen in hoofdstuk 1. Toch hoeft hij de moed niet te verliezen. Paulus spoort hem aan om de dwaalleraars aan het licht te brengen, zodat de gemeente gezond in het geloof blijft. In de vorige uitzending hadden we het over Joodse verzinsels en de taal van mensen die de waarheid van God terug hebben toegekeerd. Daartegen roept de apostel Paulus Titus in hoofdstuk 2 op om vrijuit te zeggen hoe een christen hoort te leven. Titus moet erop gericht zijn om Gods woord door te geven. Dat is zijn allereerste opdracht. Maar daarnaast moet hij in zijn gedrag laten zien hoe een christen hoort te leven. Titus 2, vers 1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. Het christelijk leven staat niet los van de christelijke leer of boodschap, maar is er juist een vrucht van. Er is ruimte voor een eigentijdse invulling, toegepast op de situatie, maar alles moet altijd genormeerd zijn aan het woord van God en de leer, zoals die door de apostelen is verkondigd en overgeleverd. Titus 2, vers 2. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, en de volharding. Paulus begint zijn onderwijs met een aantal vermaningen, die Titus moet doorgeven aan verschillende groepen in de gemeente van Christus. Ieder mens heeft een eigen benadering nodig, maar er zijn ook zaken die in een bepaalde groep aan de orde zijn of aan de orde gesteld moeten worden. De eerste groep waarvoor Paulus speciale aanwijzingen geeft, zijn de oudere mannen. Vooral zij dienen een voorbeeld te zijn voor de andere gemeenteleden. Ze hebben vaak een grote invloed, ook in de vorming van jongeren. Titus moet hen vermanen om beheerst te zijn. Dat wil zeggen zichzelf onder controle houdend. Ook moeten ze eerbaar zijn. Dat wil zeggen, de oudere mannen moeten zo leven dat zij te prijzen zijn en respect afdwingen. Bezonnen zijn betekent beheerst zijn. Gezond in het geloof, in de liefde en in de volharding, betekent dat zij de waarheid moeten kennen en geloven en alles met liefde en geduld doen. Geloof is de zekerheid dat wat de Heer heeft beloofd werkelijkheid wordt. Het is ook de overtuiging van het bestaan van dingen die je niet ziet. Liefde is hier de zichzelf gevende liefde aan en voor de ander. Geduld is verbonden met volhouden, volharden en verdraagzaam zijn. Het betekent staande blijven in moeilijke omstandigheden door te blijven staan op het vaste fundament. Titus 2, vers 3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn. Maar leraressen van het goede. De volgende groep die wordt aangesproken zijn de oudere vrouwen. Ook zij hebben, net als de oudere mannen, onderwijzing nodig. Zij moeten in hun houding en gedrag, in heel hun optreden, rustig en eerbiedig zijn. Hun optreden moet beantwoorden aan wat het Woord van God zegt over oudere vrouwen in de gemeente. Ze moeten in hun levenswandel laten zien wat het is om door de Heer apart gezet te zijn, afgezonderd van de wereld, wel in, maar niet van de wereld. Om rein en heilig voor hem te leven. Paulus laat ook zien dat zo'n houding en gedrag betekent dat zij niet roddelen of aan drank verslaafd zijn en anderen leren wat goed is. De oudere vrouwen moeten positief spreken en het goede zoeken op alle terreinen van het leven. Titus 2, vers 4: Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Via de oudere vrouwen moet Titus zich richten tot de jongeren dit enerzijds omdat Titus als jonge man zich beter terughoudend kan opstellen tegenover de jongere vrouwen en anderzijds omdat ze het meest zullen leren van het goede voorbeeld van de ouderen. Het goede voorbeeld en het spreken van de oudere vrouwen heeft als doel de jongere vrouwen beheersheid en kalmte voor te houden en bij te brengen. Ze moeten hun man en kinderen lief hebben en voor hen zorgen. Gehoorzaamheid aan deze oproep geeft aan alle groepen een grote zegen. Het zich houden aan de gezonde leer betekent concreet zich houden aan de orde die de Heere heeft gesteld. God heeft zijn wetten, ook die voor het huwelijk, niet gegeven om mensen aan banden te leggen, maar opdat het hun goed gaat. Alleen als een mens zich houdt aan de verordeningen van de Heere is er zegen. Een maatschappij met een goede structuur, waarin het gezin de basis is van de gemeenschap, is een maatschappij die de Heere ons voorhoudt. Titus 2, vers 5: Bezonnen te zijn en keus. Ze zorgen voor hun huishouden goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. We hebben het erin door de Bijbel al verschillende keren over gehad. Vrouwen zijn absoluut niet minderwaardig. Ze hebben een belangrijke taak binnen het gezin. Paulus is hierin heel stabiel. De vrouw is geen slavin van de man, maar er is wel sprake van een verschil in verantwoordelijkheid. De man mag verwachten dat zijn vrouw hem in redelijkheid volgt, zodat het woord van God niet in opspraak komt. Het betekent dat niemand van de gemeente van Christus aan wie dan ook een argument in de handen mag geven. dat tegen de christelijke gemeente en tegen de Heer gebruikt kan worden. De gemeente van Christus moet het goede voorbeeld geven, ter navolging. En dat begint thuis. Titus 2, vers 6. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Dan komen de jonge mannen aan de beurt. Zij worden aangespoord om zich bezonnen te gedragen. Ze moeten zichzelf onder controle hebben en ingetogen zijn. Dat betekent niet te hoog van zichzelf denken. Het betekent niet dat ze niet van het leven mogen genieten. Maar er zijn vormen van genot die een mens vroeg of laat ruïneren. Daarom roept Paulus op tot een leven van zelfbeheersing en ingetogenheid. Titus 2, vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprachtheid. Titus wordt opgeroepen om zelf een voorbeeld te zijn in de dingen die in vers 6 gezegd zijn. Titus was zelf ook een jonge man en hij moet model staan, een voorbeeld zijn om anderen daarmee te vormen. Woord en daad moeten samengaan, zeker bij een leider of voorganger van de gemeente. Titus moet dat doen door alle goede dingen die hij doet, dan zal zijn onderwijs zuiverheid, waardigheid en oprachtheid uitstralen. Dan zal hij laten zien dat hij waardig is onderwijs te geven. Titus moet in de leer streven naar echtheid en puur zijn omdat hij moet strijden tegen het bederf, mag er geen plaats zijn voor onzuiverheid of besmetting. Titus 2, vers 8. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Opnieuw wijst Paulus erop dat het onderwijs dat Titus brengt, gezond moet zijn. Dan zal er ook niets tegen in te brengen zijn. Dan is het onaanvechtbaar en niet te veroordelen. Het dient aanvaard te worden als een medicijn. Deze dingen moeten gelden van elk woord dat Titus spreekt, niet alleen in de prediking en het onderwijs, maar in elk gesprek of discussie, met vrienden of vijanden. Als Titus in woord en daad zo'n voorbeeld van reinheid en heiligheid is, zullen de tegenstanders, degenen die het evangelie-vijandig gezind zijn, zich beschaamd voelen. De bedoeling van de tegenstanders is om kwaad te spreken over de boodschappers van het evangelie. Daarmee worden de woorden van de boodschappers in diskrediet gebracht en zullen ze waarschijnlijk weinig geloof bij mensen vinden. Maar als blijkt dat het niet lukt omdat ze niets kwaads over de boodschappers kunnen zeggen, zullen ze zich beschaamd voelen. Paulus heeft er eerder al op gewezen dat het geven van een voorbeeld geen doel in zichzelf is. Het gaat er niet om dat Titus geëerd wordt als het voorbeeld of dat gij discussies wint. Maar het gaat erom dat hij mensen wint voor Jezus Christus en mensen stimuleert om gezond te zijn in leer en leven. Titus 2, vers 9. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken. Ook de slaven krijgen aanwijzingen. Over het feit dat Paulus zich niet uitspreekt over slavernij zullen we het in de bespreking van het boek Filemon hebben, in uitzending 906, twee uitzendingen verder. Paulus verdeelde de maatschappij niet in rangen, standen en klassen. Voor hem was er maar één onderscheid echt belangrijk, namelijk of iemand wel of niet christen was. Christenen die eigenaars waren van slaven die christen waren, moesten als broeders met elkaar omgaan. Ook in die gevallen waarin één van beiden geen christen was. Eigenaren die christen waren, moesten hun ongelovige slaven ook rechtvaardig behandelen, en christenslaven moesten hun ongelovige eigenaars gehoorzamen. De christenslaven moesten niet proberen hoe ver ze konden gaan met ongehoorzaamheid, maar zich gehoorzaam en dienstbaar opstellen. Titus 2, vers 10 Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat ze het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Trouw is in het algemeen een belangrijk kenmerk van gelovigen. Door trouw te zijn, wordt de leer van God versierd. De praktische uitwerking van de vermaningen worden gekoppeld aan wie God is. Hij is onze redder, hij heeft verlost. Hem gehoorzamen betekent trouw zijn in onze situatie op deze wereld. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Waarom mag Titus deze aanwijzingen geven? Wel, er is iets gebeurd in de geschiedenis. Het grote licht is opgestaan. Dit mag niet verborgen blijven maar moet door de christelijke gemeente verder bekendgemaakt worden. Gods genade is verschenen, openbaar geworden en bekend geworden. De Heere heeft zichzelf laten zien in al zijn rijke en heerlijke genade. Als de genade van God bekend geworden is, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd, mogen wij die genade niet opnieuw verbergen. De Heere zelf heeft het licht van zijn genade laten schijnen in de ellende en duisternis. Het antwoord op het vraagstuk van alle tijden Namelijk dat van de zonde, is er nu. Deze genade, dit heil, is beschikbaar voor alle mensen. Er zullen mensen zijn die zich aan deze genade onttrekken. Maar daardoor mogen christenen zich niet laten bepalen. Titus 2, vers 12. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. De genade van God leidt, als het goed is, tot een afkeren van een slecht leven en zondige verlangens. Dat betekent dat een mens zich niet meer zal willen laten leiden door zijn slechte leven en zondige verlangens, maar door wat God wil. De genade van de Heer voedt ook op om verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. Dat betekent dat een mens zich onthoudt van zaken die geestelijke schade toebrengen. Het heeft ook te maken met de maathouden, niet steeds meer willen. Het is leven in de juiste verhouding tot de medemensen en leven naar Gods woord. In Efeze 2, versen 8 tot en met 10 staat. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zo roept de Heer zijn kinderen op, voor Hem te leven, en zich van de wereldse verlangens af te keren. Titus 2, vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Een gelovige laat zich dus bepalen door de Heer en wil leven tot Zijn eer. Dit leven van een gelovige wordt geleefd in deze wereld, daar waar we wonen, maar ook en vooral in de slechte tijd waarin we leven. In deze slechte wereld is Gods genade verschenen, als een onderpand van wat nog gaat komen. De christelijke gemeente mag daarvan getuigenis afleggen, in woord en daad maar de wereld en tijd waarin wij nu leven zal ook snel voorbij gaan. Het leven van een christen speelt zich af tussen de tijden. Tussen de twee verschijningen van de Heer Jezus, tussen zijn geboorte in Bethlehem en zijn toekomstige verschijning in heerlijkheid, mag de gemeente van Christus kracht en troost putten. Het leven is niet zinloos, er is hoop. Daarom is het belangrijk dat Titus de gemeenteleden daar steeds op wijst, vooral ook op de tweede komst van onze grote God en Redder, Jezus Christus. De gemeente van Christus mag deze heerlijke hoop hebben, maar moet er dan ook uit leven. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. Hoop is de zekerheid over de toekomst. Geen doemdenken, maar roemen in God. Eens zal zijn heerlijkheid, die bij de eerste komst van Jezus Christus nog verborgen was, ten volle openbaar worden. Juist op zijn heerlijkheid mag de christelijke gemeente gericht zijn. Uit die heerlijkheid mag ze nu al leven. Zij het nu nog in onvolmaaktheid. In Colossens 3, versen 2 en 3 staat Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Terug naar Titus 2, vers 13 Jezus Christus wordt er ook aangeduid als onze grote God. Jezus is één wezen met de Vader en de Heilige Geest. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is met de zijnen, door zijn Heilige Geest, tot de volleinding van de wereld. Titus 2, vers 14 hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Bij al het voorhaande wat gezegd is, is het goed om ons te realiseren wat deze grote God en redder voor ons heeft gedaan. De eerste en tweede komst van Christus zijn niet van elkaar los te koppelen. De redder heeft zichzelf gegeven. Daaruit blijkt zijn liefde. Hij heeft zich opgeofferd voor alle mensen, voor jou en mij. Van degene die zijn schuld beleden heeft aan de Heer is alle zondeschuld al weggenomen, maar ook de zondemacht wordt gebroken. En de gevolgen van de zonde zullen verdwijnen. Bij de verlossing hoort het verwerven van een volk voor zichzelf, gereinigd van zonde. Eerst een slaaf van de zonde, maar nu het eigendom van de Heer. Titus 2, vers 15. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Naast het vermanende karakter wordt de opdracht aan Titus ook omschreven als een aanmoediging. Titus mag de mensen aansporen om tot geloof in Christus te komen en uit de kracht ervan te gaan leven. Daarbij moest hij zich niet laten verachten. Met andere woorden, hij moest niet op zich laten neerkijken. Dit risico was en is aanwezig voor iedereen die Gods boodschap deelt. Dit geldt uiteraard ook voor ons. Daarnaast hebben ook wij de verantwoordelijkheid zo op te treden in woord en in wandel dat anderen geen aanleiding kunnen vinden om ons te verachten. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan. Als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be. Voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.